Vanaf vandaag gaan we de trekkers krijgen. Nu gaat het echt beginnen, het seizoen. Nou kun je niet meer verstoppen en lui zijn. Kijken bepaalde mensen aan, jongens. Sommigen hebben al een enkelband uit de gevangenis. Hebben er nog een. Thanks. Thanks, man. Thank you, it's fine. We hebben het team om in de hoofdklasse of misschien wel divisie te spelen, vind ik zelf. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben mijn vader die trainer is geworden. En ik heb ook niet alle wijsheid in pacht. Hé, luister, we gaan 5 sprintjes trekken tot de middenlijn. We gaan hier op een rij staan met z'n allen en geven alles wat je hebt. En we gaan kijken van die 5, nemen ze het gemiddelde. Gaan ze kijken, dat is het nulpunt voor jullie. Dat is de snelheid wat je nu hebt. En dan gaan we over een paar maanden weer verder kijken of jullie sneller zijn geboren. Klaar! Yes, kom op, jongen! Ja, pakken! Jongens, kom erbij! Even snel, het wordt donker, jongens, kom op! Hé, hey, luister, jongens. Hey, de rest van het seizoen gaan we deze partijvorm doen. 7 tegen 7. En dan ook 8 minuten lang. En die halen we heel het seizoen. En dan gaan we kijken of jullie vooruit gaan qua conditie en alles. Ja? Kom op, we gaan beginnen. Heel veel ouderen zijn volgens mij vergeten hoe ze zelf waren vroeger. Weet je? Ik ben niks vergeten. Ik weet nog alles hoe ik dacht toen ik 18 was. En zo. Ik denk dat ik daarom wel goed kan vinden met die gasten. Dat ik nog precies weet hoe hun denken ook. Lekker jongens, hey. Tweede helft goed gedaan, jongens. Lekker man. Ik kan niet anders zeggen. Jullie hebben goed geluisterd naar de coach en de rust. Nee, maar we gingen beter voetballen toch, jongens. Hey. Sneller spelen, af en toe nog te langzaam. Amin, die maken een hele mooie goal. Ik zal niks erover zeggen meer. Maar we moeten sneller die bal laten gaan, jongens. En tweede helft stonden we wat beter achterin. Ja, toch? Met Brennan achterin ging het een stuk beter, gelukkig. Hey, die was goed, man. Lekker. Nee, ze moeten wel naar elkaar geluisteren ook een keertje. Ah, ja. Maar dat is nog moeilijk op deze leeftijd, dat jullie wat aannemen. Je neemt ook niks aan van je wanen. Zeg, ruim je tering zo op, doe je het ook niet. Oké. Welke tering zo? De tuin leggen we vol peuken. Je moet stoppen met roken, man. Nee. Wat gek van. Gaan we dan maar even de bus gewoon. Je moet toch bezig zijn. Stop met roken, klootzak. Ze gaan nou wel stappen. En vooral mijn eigen zoon natuurlijk. Die houdt nog wel van een biertje drinken. Zo. Dus dan, als die vrijdags gaat stappen, zeg ik alsjeblieft, ga zaterdag lekker. Blijf vrijdag lekker thuis. Maar vroeger waren de mannen van staal en de boten van hout. Maar nu zijn de boten van staal en de mannen van hout. Ze staan er niet meer de volgende dag. Ik weet het niet, hun zeggen het. Nee, maar ik geef het je mee hoor. Ik zeg dat... Jonas, hou eens op. Hey. Amin. Winnen 4-1. Gaan we ruzie maken? En loop het uit de hand. Hey, doe gewoon normaal, laatste jongens. Hey. Kom op, zelfs als er al 2 rode kaarten zijn, gaan we nog een keer doen. Hey, de scheids ziet alles, hij heeft opgetreden toch? Ik heb kaarten gegeven, ik heb het tegen de trainer van hun gezegd. Laat het gaan, de wedstrijd is afgelopen. Dadelijk wordt het massale knokpartij nog hier. Terwijl we hebben begonnen, jongens. Hé, hey, grote klasse. Ja, lekker. Eigenlijk zijn het allemaal nette jongens, laat ik het zo zeggen. Vind ik. Nou, gewoon nette jongens. De meeste zitten VWO.
Ze hebben echt wel een kopie, weet je wel. En, je geeft het bek geven en niet doen wat je zegt, weet je, dwars tegenin. Zoals je eigen kinderen ook eigenlijk doen, hè, thuis. Ja. 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 Ja, kom, dan komen we op de voetbal. Schiet op. Dus. Schiet op dan. Kom op. Luister. Schiet op. Ik ga op de dag. Wat voor wel, jongen? Hé. Hey. Zet dat was. Ben. Die mijn vader uitbreekt, toch? Dat moet je vinden. Hé, hey, luister. De wedstrijd is geweest. Ja, dingen zijn gebeurd. Daar moeten we overheen stappen. Ja, op naar de volgende wedstrijd. Alles is nog mogelijk. We hebben het alleen niet meer in eigen hand. Voilà. Maar we moeten wel de dingen beter gaan doen. De eerste op tijd komen. De tweede met z'n allen gaan trainen, jongens. En alles geven. Als je kampioen wil worden, moet je eigenlijk alles voor doen. Tuurlijk, nog een keer, tuurlijk. Nee, echt niet. Oh. Ja, jammer. Ja. Prima, Stef. Dit moet hem toch zijn, jongen. Afmaken, jammer, jammer. Draai om. Amin, Amin, schakel om. Gies, schakel om, kom op. Draai om. Goed, toch? Maar je moet ze afmaken. Je moet 2-3-0. Als je 2-3-0 maakt, is het klaar. Ik heb heel vaak gezegd, ik hou echt van, heel erg van Nico, maar we hebben wel behoefte aan een trainer die ons gewoon kan raken. Ja, tactisch. Ook tactisch, ja. Maar ook gewoon kan raken gewoon met wat hij zegt. Want, dat is ook een, ja, dat moet je ook, dat is een talent soort van. Dat moet je ook, ja, hoe hij dingen zegt, ja, vaak in de rust negatief. Het begint eerst van een aanmerking op het spel. Niet met zijn woorden, maar meer met, zeg maar, hoe, nee, maar kijk, hij presenteert. Zeg maar eerst een aanmerking op het spel en dan uiteindelijk wordt het, zeg maar, steeds zo van, komt dan dat mensen niet komen trainen, komt erbij en dan gaat het weer door en dat wordt geklaagd en het gaat altijd, zeg maar, door in een soort van negatief en de rust, terwijl we soms gewoon voorstaan bijvoorbeeld in de rust. Dus we vallen altijd gewoon in dezelfde riddle toch, zeg maar. Ja, het wordt allemaal zo. Je zou ook van tevoren gewoon een script kunnen hebben van wat hij gaat zeggen. Ja, maar dat is heel moeilijk, want ik zou ja, moet een bingo kaart maken met bingo kaart. Oh, bingo kaart, ja. Als hij even zegt van wat hij op ons doet, want hij doet het, ja, met gewoon de voorzitter. Ja. Zonder hem zou de club niet meer bestaan. Ja. Dat weet je ook. Dus hij doet zoveel voor ons. Hij regelt over ons, hij is zo aardig tegen ons. Geeft, oh, mensen die ik kom bijvoorbeeld ook te laat, dan geeft hij altijd extra kansen. En dan, hij is daar wel gewoon soepel mee. Dus dat motiveert wel gewoon wat hij voor ons doet. Dat mogen we zeker niet vergeten. Ja, maar ik vind dat ons doen. Jongens, we hebben het net niet gered dit jaar. Baanlijk van, echt waar. Maar volgend jaar krijgen we een nieuwe kans. Mijn vader zei altijd, no dolor, no hay gloria. Zonder pijn, geen glorie, jongens. We gaan er tegenaan voor ons seizoen. Ja, toch? Ja, toch. Mooi zijn. Ruskentrans. Maar eerste klas spelen, dat is echt wel knap. Maar misschien is wel het plafond bereikt met mij als trainer. Dus eigenlijk mijn droom is dat toen dadelijk het eerste wordt en dat ik elftal leider word. En dat dan een goede trainer komt. Dus leuke tijd gehad, joh.